In de Waalhaven onderzoekt douane speurhond Lola een aantal verdachte zeecontainers op drugs. Hoog. Goed. Doe kom maar op. Als eerste is een met schoenen gevulde container uit India aan de beurt. Beetje zoeken. Zachtjes. Goed zo. Ook de container uit Peru, waar rollen stof in zitten, wordt van voor tot achter doorgesnuffeld. Nou, hier zien we inderdaad rollen stof. Ja, hoog. Goed zo. Kom maar op, meisje. Drugsmokkelaars verzinnen steeds nieuwe manieren om hun handel te verbergen. We zien de gekste dingen. Het wordt ingeblikt, het wordt verpakt in schroot of tussen de koffiebalen of grote apparaten waarvan je denkt, hoe krijgen ze het verzonnen? Als laatste is de container uit Brazilië aan de beurt. En daar zit een luchtje aan. Nou, inderdaad, zoals ik zie zijn er blokken graniet aanwezig. Zoals opgegeven aan de papieren. Het valt Danny op dat het graniet op een nogal bijzondere manier verpakt is. Ziet er wel raar uit. Dit is afgesmeerd. Kom maar. Ja, vooruit. Vooruit. Hop. Kom. Goed zo. Doe hem maar op. Doe hem maar op. Kom maar. Kom eens. Ik heb mijn hond laten zoeken zoals ik normaal ook zou doen. Hij reageerde voor de rest niet op die container. Ja, allemaal. Goed zo. Maar toch kon je zien dat iets vreemd was aan de blokken graniet. Want hij was een beetje afgesmeerd met cement. En we zagen iets van een soort plastic wat eronder zat. Dus op zich zag het er wel raar uit. Dus niet dat je zegt van nou, dat is een mooi stukje graniet. Danny besluit zijn onderbuikgevoel te volgen en gaat op nader onderzoek uit. Het is goed mogelijk dat de drugsmokkelaars weer iets nieuws verzonnen hebben. Het lijkt alsof het al gewoon alleen afgesmeerd is, want daarna is het echt knon en knolhard. Daar kom ik echt niet doorheen. Kijk, zo hebben we het graniet eigenlijk nooit eerder gezien. Niet dat het zo afgesmeerd zit als dit. En wat je hier ziet, een stuk polyester steekt eruit. Het kan misschien zijn om te beschermen, maar op zich vind ik dit niet normaal. Nou, ik heb graag een transportje nodig voor een container naar de Maasfactorscan. Zou ik graag even met spoed willen hebben als ik kom over. Geen enkel probleem, dat kunnen we inregelen. Dan sturen we de chauffeur jullie kant op. Hey, hartstikke bedankt alvast. Dankjewel. Yo, doei doei. Oké. In principe zijn we met twee containers zijn we sowieso klaar. Maar we gaan ze alle drie verzegelen. Er komt een douanezegel op. Dat is voor de rederij. Dan kunnen ze zien dat wij als douane erin zijn geweest. En dan eventueel ook voor de kosten en voor de verzekering. De lading graniet wordt meegenomen. Speciaal voor dit soort containers heeft de douane een zeer geavanceerde scanner. Nou, de container gaat nu onder begeleiding van mij. Als douane zijn gaat hij mee naar de scanner van de Maasvlakte, want hij gaat zonder documentatie van het terrein af. Zolang de container niet is ingeklaard, mag de douane hem niet uit het oog verliezen. Zeker nu er mogelijk drugs in zitten. Nou, momenteel gaat deze vrachtwagen met combinatie en onze verdachte container door de high-tech scan, de beste scan van Nederland, zeggen wij altijd. En daar worden de beelden geanalyseerd op kantoor om te kijken of ze eventueel iets verdachts in de lading kunnen bekijken. De scanner werkt met behulp van zeer krachtige röntgenstraling. De hal wordt dan ook hermetisch afgesloten. Als een container gescand moet worden, zal de vrachtwagenchauffeur die de container bij zich heeft ook uit de cabine moeten stappen. En op dat moment dat de container gescand gaat worden, gaan ook alle beveiligingsdeuren gaan dicht. Zodat dat er geen gevaar is voor omstanders. De manier waarop de beelden geanalyseerd worden is strikt geheim. Hoi, hoi. Danny is benieuwd naar de uitslag. Mocht er drugs worden aangetroffen, dan zou dit betekenen dat Lola iets gemist heeft. Ja, ik heb de beelden gekregen van de analisten en zoals ik eigenlijk verwachtte en wat de speurhond eigenlijk al zei, het is negatief. Ze hebben geen gekke dingen kunnen constateren in het graniet, want dan hebben ze gewoon goed kunnen analyseren en geen bijzonderheden.
Ja, dat is altijd prettig. Het is altijd fijn natuurlijk als een hond niet reageert en zit er ook niet in. He, als het achteraf blijkt dat het er wel in zit, dan moet je afvragen waardoor komt het. Heb ik zelf iets niet goed gedaan? Of is het, echt goed, toch heel goed verstopt dat het hond het niet kan ruiken? Maar dat komen we eigenlijk heel weinig tegen, gelukkig. Op de dagen dat er geen drugs zijn gevonden, wordt er nog wel geoefend met de hond. Dit om te zorgen dat ze altijd scherp blijven. Zoals je ziet staat hier een partij goederen. Daar ga ik voor die hond wat wegleggen, zodat die hond ook nog een keer wat vindt. Want dat is natuurlijk heel belangrijk, dat die hond ook een keer wat vindt. En daardoor ook zijn beloning krijgt. Door zo'n dag als, zoals vandaag, dan kan ik gewoon zien dat ik 100% op Lola kan vertrouwen. Lola is een snelle hond, maar die moet je ook goed kunnen lezen. En dat is dan heel belangrijk. In haar snelheid denk je als buitenstaande, die ruikt niet. Maar ik zie gewoon dat ze goed aan het werken is. En dan, als ze niks ruikt, dan is het niks. Keurig, meisje. Keurig. Bij de APM Terminal op de Tweede Maasvlakte is men druk bezig met het lossen van het containerschip de Mary Marsk. Om de alsmaar groter wordende stroom containers efficiënt te kunnen verwerken, worden steeds meer processen geautomatiseerd. Zelfs het transport op de kade gebeurt tegenwoordig volledig autonoom. 37 computergestuurde voertuigen rijden af en aan om de geloste containers naar de tussenopslag te brengen. Joey zorgt ervoor dat deze transportvoertuigen 24 uur per dag operationeel blijven. Wij noemen het AGV's, Automatic Guided Vehicles. Ja, de AGV's die rijden automatisch over de terminal rond. Voornamelijk om containers op te pakken en vervolgens naar eindpositie te brengen. Op het moment zijn we in BES 1, batterijwisselstation. Hier worden de batterijen van de AGV's automatisch gewisseld. Op het moment dat zijn accu bijna leeg is, zal die automatisch naar een wisselstation rijden. De robot die start zijn proces om de batterijen uit de AGV te halen. Hij gaat vervolgens de lege batterijen in een chargingvak leggen en zal automatisch dan ook weer een vol batterij oppakken en in de AGV neerleggen. Volledig autonoom. Op een volle accu kunnen de AGV's 8 uur onafgebroken hun werk doen. Dankzij een ingebouwd navigatiesysteem weten ze feilloos hun weg te vinden over het 86 hectare grote terrein.